We hebben veel dingetjes te doen. En wat jullie ook weten is dat we traditiegetrouw, dus ook deze 8e keer, openen met de Groenrede. En daar hebben we al heel veel mensen voor uitgenodigd. En Natasja Hokke, boswachter bij Natuurmonumenten, is degene die dit jaar de Groenrede gaat uitspreken. Uitgenodigd worden voor de Groenrede. Dat is nogal wat, want je mag best wel een boodschap uitdragen. Heb je er lang over na moeten denken? Eigenlijk niet. Ik wist al direct wat ik wilde zeggen. En het is natuurlijk wel veel geschaafd. En ook kijken welk publiek komt hier. Dus eigenlijk wist ik al vrij snel wat ik wilde zeggen. En ik hoop dat dat dus ook goed komt. Je werkt voor Natuurmonumenten. Kan het nog zijn dat je baas zegt van wat je daar zondag hebt gezegd? Nee, ik heb daar geen seconde twijfels over. Ik mag mijn werk doen en ik geloof echt met hart en ziel in alles wat ik doe. Dus dat is natuurlijk ook een enorm voorrecht. Okay. En ik sta hier dus met volle zekerheid. Goed zo. En hoe lang werk je voor Natuurmonumenten? Inmiddels alweer 10 jaar en 5 jaar als boswachter communicatie voor Rotterdam en Midden-Delfland. Ik geef jou de gelegenheid om de Groenrede voor deze editie van de Parkenmaand 010 uit te spreken. Natasja Hokke. Dankjewel, Susanne. En nogmaals welkom allemaal tijdens de aftrap van de Rotterdamse Parkenmaand 2021. Ik vind het echt een eer om hier te staan en de Groenrede uit te spreken. En het is ook een eer omdat ik als stadsbewoner enorm van die parken hou. Van die groene paradijsjes. Eigenlijk Fata Morgana's bijna in die rauwe stad die Rotterdam is. En ik heb dus het geluk dat ik dagelijks die dynamische binnenstad mag verruilen voor een even bijzondere omgeving aan de rand van de stad. Als ik hier vertrek, dan kom ik in een ruimte, een landschap waar eigenlijk een totaal andere sfeer heerst. Wijsheid en ruimte. En die skyline van Rotterdam die ligt ineens in de verte. Maar toch, die skyline ligt er dus altijd. En zo voelt Rotterdam dus ver weg en tegelijkertijd ontzettend dichtbij. Ja, ik wil jullie graag even meenemen op mijn fietstocht, mijn woon-werkverkeer, als je het zo wilt noemen, vanuit Rotterdam. Allereerst kom ik langs een aantal verkeersknooppunten, Klein Polderplein. Fiets ik langs stenige wijken, industrieterreinen en als laatste 16hoven. Je hoort het al. Het is een worsteling door de concrete jungle. Maar ik weet dus wat daar te vinden is. Ik weet wat er ligt en dat het de moeite waard is. En dat is natuurlijk eigenlijk met alles zo in Rotterdam. Je moet maar net weten waar je moet zijn. Het is zo met de terrasjes, waar de fijne terrasjes in de zon liggen. De lekkere restaurantjes en de parken. Kijk eens waar we hier staan, echt midden in de stad, zo verborgen aan de Kruiskade. Het is natuurlijk heel bijzonder. Je moet het maar net weten en soms even ervoor op die fiets stappen. Nou, het pleidooi wat ik vandaag dus ook wil houden is: de stad is ook natuur, het platteland is ook van de stad. En wij als Natuurmonumenten zetten ons al jarenlang in voor dat platteland rondom de stad. Maar we hebben een probleem. Die medestadsbewoner van mij, die komt de stad niet uit. En misschien is dat ergens ook wel logisch. De scheiding tussen stad en natuur is eeuwenoud. Tot de 19e eeuw werd natuur gezien als barbaars, woestenij. Dat moesten en zouden we temmen. Bomen werden gekapt om een stad op te bouwen. En tuurlijk, er zijn ook verschillende visies geweest waarbij we wilde natuur romantiseerden. Maar altijd had mens invloed op het landschap. En dat heeft geresulteerd in het Oer-Hollandse landschap dat er nu ligt in Nederland. De vraag vandaag is dan ook, hoe gaan we vandaag, anno 2021, om met die natuur? Wat veel mensen niet weten, is dat op heel weinig plekken in Europa een stad in zo'n spectaculair landschap ligt als ons eigen Rotterdam. We zitten hier in een machtige delta waar Europese rivieren uitmonden in de zee. De biodiversiteit rondom de stad was tot voor kort ongekend, ook op internationaal vlak. Voornesduin is een van de meest biodiverse duingebieden van Nederland. In de Nieuwe Waterweg zwemmen de zeehonden. Als je ten noordwesten van Rotterdam gaat, kom je in de open polderlandschappen van Midden-Delfland en noordoostelijk de Krimpener Waard. Ten zuiden van de stad vind je de voormalige eilanden zoals IJsselmonde, de Hoekse Waard en natuurlijk natuureiland Tiengemeten. Het laatste echte eiland van zuidwestelijk Nederland.
Het eerste deel van mijn pleidooi, De stad is ook natuur, is in 2019 al hartstochtelijk bepleit door Kees Moeilijker tijdens zijn groenrede. En ik moet ook zeggen, het komt meer en meer op de agenda. En ja, tuurlijk, we zijn er nog niet. We moeten nog flinke stappen zetten voor die transitie naar een natuurinclusieve samenleving. Maar de gemeente die investeert momenteel veel in het binnenstedelijk groen. De uitvoeringsagenda biodiversiteit wil de achteruitgang van de biodiversiteit keren. En ook is onlangs het plan gelanceerd van de 7 groene projecten waar enkele miljoenen euro's in geïnvesteerd worden. Ergens is het natuurlijk ook wel logisch. We hebben afgelopen jaren gezien hoe zeer iedereen snakt naar dat groen rondom de stad. Hoe nodig het is voor de gezondheid, mentaal en fysiek. En dat het een oplossing kan bieden voor de vraagstukken waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Rotterdam wil dus een resilient city worden. Een veerkrachtige stad. Die is opgewassen tegen wereldwijde uitdagingen van de toekomst. En het is ook zo nodig om die verbinding te leggen. Klimaatverandering wordt steeds voelbaarder en zichtbaarder. We hebben het afgelopen zomer alleen al gezien met de hevige regenbuien. De straten in Rotterdam stonden blank. De zomers daarvoor hadden we de hoge temperaturen en het gebrek aan afkoelingsmogelijkheden zoals bomen en zwemplassen zorgde ervoor dat Rotterdam een kookpunt bereikte. En we voelden en voelen ons kwetsbaar tijdens corona. Ineens werden de supermarkten leeggetrokken. Wat als er niet genoeg eten is? Het is hoog tijd dat we de landbouw rondom Rotterdam in hun kracht gaan zetten. Laten we die mooie producten van onze eigen boeren gebruiken om de stad te voeden. Dat betekent niet alleen maar produceren voor export. Dit laat het al duidelijk zien. We hebben het platteland nodig. We hebben groen nodig. En daar gaat het eigenlijk de tweede zinsnede van mijn pleidooi over. Het platteland is ook van de stad. Vaak genoeg valt hij nog van de agenda. De blik van Rotterdam is vaak nog naar binnen gekeerd. In Amsterdam, Utrecht en Haag zijn aantrekkelijke groene routes die van de binnenstad naar het buitengebied gaan. En eigenlijk hebben we dat niet in Rotterdam. Dat laat mijn fietstochtje al heel goed zien. Het gevolg is dus dat de inwoners van Rotterdam het Rotterdamse platteland minder goed kennen. Terwijl er vlakbij huis zoveel te ontdekken is. Het landschap om de stad krijgt dus niet de aandacht die het verdient en staat onder grote druk. Ook hier hebben de boeren op het Rotterdamse platteland het moeilijk. De biodiversiteit gaat achteruit. Te weinig jonge grutto's overleven het voorjaar. En juist in Rotterdam zien we dat een groene en krachtige beweging van burgers ontstaan is die iets willen betekenen voor hun leefomgeving. Veel van deze initiatieven richten zich op anders omgaan met voedsel en op voedsel. Neem nu bijvoorbeeld ook boer Jan Dirk Rodenburg, stadsherder Martin Oosthoek. Het zijn Rotterdammers, ze wonen misschien in de polder, ze wonen in Rotterdam. Laten we kijken hoe we eerlijk eten hier kunnen krijgen van ons eigen platteland in de stad. Het is hoog tijd dat we het vraag en aanbod naar duurzame streekproducten, dus ook echt. Het is hoog tijd, voor meer vraag en aanbod naar duurzame streekproducten. En ook op dit punt kan Rotterdam dus een resilient city worden. Ik zou dus willen pleiten, stap op die fiets, stap in de metro, ga het zelf ontdekken. De kloof tussen stad en land is groot, maar het platteland en de stad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ga bij een boer kijken, kijk wat er echt gebeurt. Want hoe voelt het voor jou als die grutto onder je neus op een paar kilometer afstand uitsterft? Je kunt echt zelf die stad nog mooier maken. Je kunt jouw platteland helpen, de bloemen die er bloeien en de vogels die er leven. En er is ook zoveel te ontdekken rondom Rotterdam. Via een 400 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied, ontwikkeld met de gemeente Rotterdam, kom je bij Midden-Delfland. Het eerste bijzonder provinciaal landschap van ons land, van Nederland zelfs. Tochtjes langs de Schie maakt het alleen maar leuker om te ontdekken. Bij belevenisboerderij Schieveen ontdek je het boerenleven weer. En het polderpad, het nieuwe fietspad tussen de Rotte en de Schie, is bijna klaar. En last but not least, tijdens deze aftrap van de Rotterdamse Parkenmaand mag ik het hardop zeggen. De Rotterdamse groenliefhebbers hebben er vanaf volgende week een nieuw park bij.
Buitenplaats de Tempel opent opnieuw haar poorten voor het publiek. En de boswachters van natuurmonumenten mogen de tuinen van het park gaan beheren. Daar zijn we ongelooflijk trots op. De Tempel en Nieuw Roodreis, de naastgelegen buitenplaats, liggen aan de Schie, vlakbij Oud-Overschie, en zijn een van de meest bijzondere en meest waardevolle stukjes erfgoed tussen de Rotte en de Schie. Ik wil jullie dan ook van harte uitnodigen om te komen kijken tijdens Open Monumentendag. Het is een prachtig park. Als je het hebt over plekjes die je moet weten, die je moet kennen, hoort dit zeker tot de mooiste parken van Rotterdam. Dus kom vooral vanaf volgend weekend naar de Tempel. En voor meneer Karremans, u krijgt nog een speciale uitnodiging om de Tempel te ontdekken en kennis te maken met de mooie natuur die Rotterdam heeft. Dus beste mensen, hoe gaan we met die natuur om? We hoeven niet terug naar vroeger, maar we moeten wel beslissen hoe we er verder mee om willen gaan. Ik hou van die dynamische binnenstad van Rotterdam, maar ik vind het ook heerlijk in de natuurgebieden, om te aarden. Zeker in deze tijden van pandemieën, oorlogen, onzekerheden. Het is een plek om te wortelen en dan weer ruimte te vinden om te verbinden. Met jezelf, met de medemens, met je lichaam en het voedsel dat je erin stopt. Met de natuur, met het platteland, met de stad. Het vormt onze identiteit. En we mogen trots zijn op onze stad, ons land en de omliggende natuur die ongekend bijzonder en rijk is. En perfect te ontdekken vanuit de binnenstad. Ook al moet je de plekjes net weten. Dank jullie wel en heel veel plezier tijdens deze komende maand. Applaus voor Natasja Hocker voor de Groene Reden 2021. Dank je wel voor je aanwezigheid.